Om 9:15 zijn dus alle palapa's al bezet. Oh, maar nu ben ik weer wakker. Nee? Ik kom niet eens meer aan mijn oor. Dat is echt niet best dit hoor. Wij hebben een lekkere date night vanavond en we hebben allemaal hapjes neergezet. Bon dia mensen, mijn naam is Lars Wichson en super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. We zijn nog steeds in het resort, want we hebben natuurlijk 2 nachtjes weggewonnen. Dus we hebben hier heerlijk geslapen en het is zo tijd om even lekker te gaan ontbijten. Dat gaan we niet hier doen, maar we gaan zo even naar Jan Tiel en dan gaan we bij Zanzibar even wat eten. Ik heb namelijk vandaag ook nog een beachtennis toernooi om 11 uur, dus ik heb mijn beste outfit aangetrokken. We hebben afgesproken met Tom dat we helemaal in het rood gaan, zodat we een beetje matching zijn. Maar dat begint om 11 uur. We gaan eerst even lekker eten. Ja, vooral ook om een plekje te vinden ja. Voor mij, zodat ik goed kan kijken. Ja, dat zou het mooiste zijn. Dus ik denk dat we er maar vandoor gaan. Het is op het moment echt 9:05, dus we gaan redelijk vroeg. Dus we hopen dat we nog een mooi plekje kunnen vinden voor Claudia. Aangekomen op het strand en we hebben even ons handdoekje gelegd. Lekker dicht bij de beachvelden, zodat Claudia straks ook kan kijken bij het toernooi. Om 9:15 zijn dus alle palapa's al bezet. Ja, dat, als je echt niet normaal. Echt vroeg, man. Ja, ben je 9:15, denk je, ja, mooi plekje. Sowieso schaduw. Maar ja, we liggen nu onder een palmboompje. Ja, en we moeten maar kijken waar de schaduw valt, want het is nu bewolkt, dus we hebben geen idee. Ja, we hopen wel een beetje dat het, nou ja, eigenlijk mag het nu wel zo blijven. Want als we straks moeten gaan beachtennissen met deze hitte, dus niet te doen. Alright, we gaan even lekker wat eten bij Zanzibar. Hier nog even een shotje van het eten. Waarschijnlijk denk je nu, Lars, waarom ben je alweer thuis? Want je zou toch naar een beachtennis toernooi gaan? Dat klopt, daar zijn we ook geweest. En ik heb even een filmpje opgenomen. De eerste wedstrijd is een timelapse. Zo snel ging die. Ging niet al te best. We hebben echt 7-0 verloren. Dus kijk maar even hier naar deze timelapse. Na de eerste wedstrijd ook een tweede wedstrijd gespeeld. De derde wedstrijd heb ik verder niet gefilmd. Die heb ik wel gewoon normaal opgenomen. Dus daar ga je nu ook meteen even wat shotjes van zien. Dus enjoy de content. Ik ging maar naar de tiende oefening. Van deze mensen hadden we eigenlijk kunnen winnen, maar ja, helaas 7-2 verloren, dus niet heel best. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, we zijn in de advanced groep ingedeeld. En eigenlijk hadden we gewoon in de intermediate groep moeten zitten. Dus we waren iets te enthousiast om ons voor de advanced groep in te schrijven. Nu gaan we even chillen, want we zijn weer back at het resort. En we gaan even een duik nemen in het zwembad. Daar hebben we nog helemaal geen gebruik van gemaakt, dus ben je er klaar voor? Ja, denk ik. Denk het wel. Claudia heeft niet zo zin, maar ik dacht van, weet je, we zitten hier nu lekker in het resort en dan moeten we er ook gewoon gebruik van maken. Dus we gaan even een duik nemen, kan ik wel gebruiken. En?
Lekker chillen in het water. Heen en terug onder water. Ja? Komt ie. Dat is moeilijker dan ik dacht. Ja, dat is toch groter dan je gewend bent, hè? Ja, bij ons in het zwembad doe ik altijd 6 keer heen en weer of zo, toch? Dan is iets verder. Maar dit is wel leuk om te proberen. Maar nu ben ik backpacken. Oh, ik kom niet eens meer op mijn oor. Nu ben ik back af. Ga je er ook nog in? Nee. Oh. Gezellig, Claudia. Gezellig, hè? Ik heb me even opgefrist en het is tijd om te gaan. We hebben alle spulletjes ingepakt en we gaan terug naar ons eigen huisje. Mocht je je afvragen waarom we nu al weggaan en we alle spullen al meenemen. Ik moet zometeen nog namelijk een hele vlog bewerken. Dus we zijn sowieso tot 6 uur thuis. En dan moeten we nog even eten. Wij eten hapjes of zo, toch? Ja, maar jij hebt voor 6 uur die vlog nog niet af. Nee, dat klopt. Het is half 5, dus voordat we dan klaar zijn is het 10 uur. Ja. En dan, ik moet morgenochtend weer werken. Ja, dus het is allemaal niet handig dat we hier slapen. Dus vandaar dat we gewoon lekker naar huis gingen. Maar mocht jij ook een keer in dit resort willen slapen, Palm Resort, check it out. Lekker bed, in ieder geval om te slapen. Hij zakt lekker helemaal in. Dit bed was echt top. Ja. Dit bed was echt top. Alright, let's go. Oh, wil je nog één ding laten zien? Kijk één keer hoe die luxe flexen open gaan. Dat heb ik jullie nog niet laten zien. Maar je hebt hier dus een magneet ding. En dan kun je dus zo schuiven. Het werkt niet helemaal soepel en zo altijd, maar zo werkt dat. Op zich wel grappig. Claudia heeft hem weer even dicht gedaan, ja. Zoals het hoort. Alright, we gaan de spullen pakken en dan gaan we lekker op naar huis. Back at the crib en het eerste wat we dan altijd doen is Simba wakker maken. Omdat hij dat altijd zo leuk vindt. Komt ie. We gaan hem even aaien. We kunnen namelijk zo hard schreeuwen als we willen, maar hij is toch doof. Wauw, wauw. Hey Simba. Hoe is het? Ja, we zijn er weer. Je bent helemaal fiets, man. En je haart echt als een man. Kijk dan. He's back alive. Ja. Hij denkt, er is weer leven in de brouwerij. Ik krijg weer eten. Ja, dat is wel een dingetje. Wil je weer graag eten? Oh, hij heeft, ja. Heeft hij nog eten? Ja, hij heeft Mark goed gedaan. Alright, mensen. Ik ga even lekker de vlog bewerken. En ik weet niet wat jij gaat doen. Lekker knuffelen met Simba. Ja. Cutie. Yes, cutie Simba. Lars, wat deed je net? Wajo, dit was echt niet normaal. Ik haalde dus de dop hier vanaf en dit is niet normale Ranja. Maar er zit cola in en zonder gein, ik draaide hem een heel klein beetje en ineens paf. Alsof, echt een explosie. Alsof er echt een rotje werd afgestoken. Dus ik heb hem net even weer dicht gedaan en geschud. Dus even kijken of we het kunnen nakreëren. Dat is echt niet best dit hoor. Mooi yogurt. What the fuck? Yo. Ja, dat is echt niet goed dit. What the hell? Kijk Simbaatje nou weer lekker genieten van het leven. Oh, oh, oh Simbaatje. Wij hebben een lekkere date night vanavond. En we hebben allemaal hapjes neergezet. Oh, het ziet er allemaal goed uit. Kijk eens even. Allemaal geregeld door Claudia. En daarnaast zit er nog in de oven. Zit er ook nog een stuk broodje. Dus die gaan we zo ook nog even aansnijden. Wat voor drinken wil je dan? Colaatje, hebben we dat? Dat hebben wij. Wil je alleen een colaatje? Oh nee, een Malibu cola. Oh ja? Ja, want dat is ook natuurlijk een beetje de reden dat we nu hier zijn en niet bij het resort. Zodat we even een drankje kunnen doen. Want anders moesten we nog rijden en zo. Dit is de Malibu die wij hebben gekregen toen wij naar Panama zijn. Toen hebben we ons huisje uitgeleend. Dus we hebben een mooie fles Malibu gekregen. En Claudia heeft wat voor haar zelf gekocht gisteren. En dat is... Limoncello Spritz. Limoncello Spritz. Nou, dat klinkt helemaal toppie. En jullie weten net hè, bij 100.000 subscribers gaat deze fles het begeven. Maar dat duurt nog even. Ik hoop in ieder geval dat dat binnen 3 jaar gebeurt. Maar we gaan het zien. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker nu even. Een super chille avond gehad samen met Claudia. En net als deze date night komt deze vlog tot een einde. Mocht je dit nou een leuke video vinden, doe even dat blauwe duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren, want morgen om 4:15 staat er weer een gloednieuwe vlog online. Speciaal voor jou. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg en dat is ayo, Temanjan, oftewel doei. En tot morgen.